Danke. Ploegen samenbrengen in de winter om elkaar in een ontspannen sfeer te leren kennen. Sportdirecteur Jean-Luc Van den Broeke maakte het als renner vaker mee in Combloux met de ploeg van La Redoute, met Bernard Thévenet en Ferdy van den Houten onder andere. Oui, moi j'ai 13 ans d'expérience dans les équipes françaises, donc j'ai toujours connu là des organisations parfaites. Et en Belgique. J'ai fait partie d'une équipe belge, mais ça n'était pas du tout pareil qu'en France. Donc je donne mon expérience que j'ai eue avec les équipes françaises. Je suis 11 ans professionnel, c'est la première fois que je participe à un stage comme ça, mais bon, c'est surtout important au point de vue de faire connaissance avec, surtout quand on change d'équipe, pour faire connaissance avec les nouveaux équipiers. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment, vraiment extra. On travaille, on fait du VTT, on va faire dans les prochains jours du ski, on fait un peu de footing, on fait un peu de vélo sur route. Donc on travaille, on est ici pour travailler. Mais en même temps, on fait connaissance et c'est très important. Pour moi, Claudie Créquelion sera la locomotive. Et derrière cette locomotive, il y a toute une série de jeunes, comme De Clercq, comme Morels, Brunel. Et je pense qu'ils auront l'occasion de s'exprimer derrière Créquelion, parce que tout ne sera pas axé sur Créquelion. Et ils auront la chance de profiter de l'expérience de Claudie Créquelion. Quand j'ai parlé avec les patrons de chez Lotto et avec Jean-Luc, j'ai bien dit que j'étais d'accord de venir dans cette équipe, à condition d'avoir, bon, d'être un peu capitaine de route ou quelque chose comme ça, mais de ne pas avoir le poids de l'équipe sur le dos, parce que bon, avec maintenant bientôt 33 ans, j'aime bien qu'il y ait des autres qui essayent de faire aussi le maximum. Mais bon, avec de Morels et de Clercq, de Brunel, je pense qu'on est bien entouré. En wat is jouw persoonlijke ambitie nog voor Neger? C'est sûr, j'ai encore des ambitions. Bon, peut-être un peu moins large qu'avant, parce que le Tour de France, là, c'est tout à fait. Non, je vais encore faire le Tour de France, mais sans aucune ambition. Enfin, ou alors l'ambition d'aider les gens qui seront bien placés ou de gagner une étape. Mais pour le classement, ça, c'est fini. Bon, j'ai encore des ambitions pour les classiques, les trois classiques, le Tour de Flandre, la Flèche et l'île Bassonniège. Là, je suis encore très motivé. Peut-être aussi la Gold Race. Et quelle est l'ambition dans le Tour d'abord?
L'ambition dans le Tour, bon, déjà d'y participer, c'est déjà une grande affaire maintenant. C'est déjà une très grande affaire parce que ça est devenu vraiment la plus grande course du monde. Et beaucoup plus important qu'il y a quelques années. Hein. C'est ça, beaucoup plus important. C'est le sommet du cyclisme, c'est au même titre que la Coupe du Monde, pratiquement, ou que les Jeux Olympiques. Donc, d'y participer, c'est déjà quelque chose. Mais je pense qu'il faut rester les pieds sur terre. Une victoire d'étape nous comblerait déjà fortement. Et pour le reste? Pour le reste, j'espère que... Bon, on va dire peut-être que je suis un peu wallon, mais j'espère que Claudie Criquelion peut gagner Liège-Bastogne-Liège. Ça serait vraiment magnifique pour nous. Et les jeunes Flamands? Ah, les jeunes Flamands, je les compte beaucoup aussi, parce que peut-être que si Criquelion ne gagne pas Liège-Bastogne-Liège, ça peut être Sammy Morels. Wordt Lotto volgend jaar een moeilijke ploeg? Want er zitten volgens mij nogal veel ambitieuze gasten tussen en weinig mensen die geneigd zijn knecht te worden en hun wiel af te staan, denk ik. Het zal inderdaad moeilijker zijn om in een selectie, om een selectie af te dwingen, omdat iedereen, zoals je zegt, erg ambitieus is. Maar ik denk dat wel Jean-Luc verstandig genoeg zal zijn om... er zijn toch renners die voor bepaalde wedstrijden meer geschikt zijn dan voor anderen. En er zal toch wel een keuze gemaakt worden dan uit de ambitieuze en dan de jongens die zich zullen moeten opofferen om als helper naar voren te trainen. Jullie zien die jonge gasten komen. Wat denken jullie van die nieuwe lichting? De Klerk, Morels worden vooral genoemd. Ja, ik denk dat het alleen maar goed is als ze in onze ploeg zijn. Dus het zijn werkelijk heel grote talenten. En ik denk wel dat die mannen er kunnen komen. La communication entre les coureurs néerlandophones et moi-même, bon, ce n'est pas facile, mais pour moi, ça me permet d'apprendre le flamand. Parce qu'en tant que, étant dans une équipe française, je n'ai jamais été obligé de parler le flamand. Donc maintenant, je suis obligé de le parler. Et je pense que c'est vis-à-vis des coureurs flamands, c'est aussi une bonne chose. Donc c'est un mélange flamand-français, mais on arrive bien à se comprendre, et ça c'est le principal. Yeah. Wat journalisten doen op zo'n stage, daar zullen we het een andere keer wel eens over hebben, maar renners beginnen de dag met een stevig ontbijt. Bij het ontbijt van de laatste dag, 21 december, werd Johan Museeuw definitief lid van de Lotto-ploeg. Het Lambert-ultimatum was om middernacht verstreken. Daardoor springt Lotto Superclub de top 20 binnen en is de toerdeelneming een zekerheid. Op medisch vlak is er ook goed nieuws voor Museeuw. Zijn knie wordt deze maand in München gerepareerd, zonder operatie. Na het ontbijt is vandaag een fotosessie gepland. Het zou zonde zijn zo'n mooi decor te laten liggen. Klerk, dat is het doel. Kijk naar mij, Dat is goed. Aangezien er nauwelijks sneeuw ligt, moeten we dat skiën waar Criquelion het daarnet over had, vergeten. Een groepstraining op de weg kan wel. We maken van de gelegenheid gebruik de Mont Arbois te beklimmen. Hier eindigt, in Le Bétex, de eerste serieuze bergrit van de Tour 90 op 10 juli. Het is een niet zo lange, zeer onregelmatige klim met erg steile stukken. Mooi, vanuit de zetel. Hier komt de streep en daar ligt de Mont Blanc, zegt de burgemeester. En bij heel helder weer kan je ook nog het stadhuis van Brussel zien. Na het middagmaal is iedereen vrij. Dat is mijn kant in die zee, jongens. Dat is al wat klaar gezien. Gaan we nog even kiezen. Voilà, jongens.
Ik heb al een ding op non-trainer ook gereden van de Marit. Hier? Ja, over dan. Hier beneden? Ja, 10 kilometer. Oh, ik heb mijn best gedaan vandaag. Moet je dat pakken? Ja. Dus gewoon... elke keer die dag mee. Maar er zijn er ook die nog wat bijtrainen op de weg. Sammy Moreels bijvoorbeeld, de beste neoprof van 89, van wie veel verwacht wordt in de Waalse klassiekers. Maar wat mogen we van hem verwachten in de Tour? Niet veel. Dat is misschien wel iets speciaals, zeg maar. Maar rijdt Moreels bijvoorbeeld voor het klassement? Nee, zeker niet. Ik ben te weinig tijdrijder. Ik denk niet dat ik ooit een grote klassementsrijder zal worden. Daar ben ik te beperkt in het tijdrijden. Welke verhouding hebben Sammy Moreels en Peter de Klerk? Ze zijn niet getrouwd, althans niet met elkaar, en ze wonen niet samen. Zijn zij zowat onze Rooks en Teunissen? Hoe graag zien ze elkaar? Ik en Peter zijn goede vrienden van bij de jeugd. We wonen 5 kilometer van elkaar en we trainen altijd samen, we zijn altijd samen. We zijn heel dikke vrienden, maar in de koers zelf valt er weinig van op. Ja. Dus we zijn alle twee vol van ambitie en dan is het wel moeilijk om voor elkaar te beginnen rijden. Dan. Maar ja, ik heb al momenten voor hem gereden, Peter heeft al momenten voor mij gereden, dus het gaat best goed tussen ons twee. Moreels is 24, de Klerk 23, Johan Bruineel 25. Bruineel had al voor Lotto getekend een paar dagen voor hij in de Ronde van Zwitserland 2 ritten won. Ja, ik voelde me toch een beetje beperkt bij CSB in zaken programma. Dus wij hebben van het jaar geen één wereldbekerwedstrijd gereden. En dat is vooral de reden geweest waarom ik zo vroeg op het seizoen voor een andere ploeg getekend had. Achteraf bezien was dat misschien wel een beetje te vroeg. Maar ik heb voor Lotto getekend met mijn volle gedacht. En ik heb er absoluut geen spijt van. Op dat ogenblik was Lotto zeker nog niet de formatie die het nu is. Waarom dan daar naartoe? Ik vond het een ploeg die uitstekend paste bij mijn mogelijkheden. Kwestie van programma, kwestie van rennersbezetting en ik kende Jean-Luc ook persoonlijk van bij de liefhebbers. Als zij samen wereldkampioenschap op de piste reden en zo. En ik zeg, het was de ploeg waar ik naartoe wilde. Wordt Bruineel de nieuwe Etienne de Wilde? Bruineel is een van de weinige zesdaagse renners van niveau in ons land. Ja, voorlopig denk ik daar nog niet aan. Ik rijd vier zesdaagse per winter. En voor mij is dat voor het ogenblik het maximum haalbare. Maar binnen een jaar of 3-4 zal dat misschien nog wel veranderen. Ondertussen is een ander groepje met de mountainbike de Groene Bergen ingetrokken. Voor het avondmaal is er nog even tijd voor fitness. De drie kleine verspullen al zitten, ja. Zwaar het vullen. Ik heb dit jaar, ja, verschillende rittenwedstrijden gereden en toch bijna altijd een rit gewonnen. Of een truiken gepakt, dus ja, dat ligt mij wel. Ze zijn weg van huis, dat is gewoon jullie 100%. En nog bergkoning geweest in de Ronde van Zwitserland. Mogen we in de Tour verwachten dat jij een beetje meer rijdt in de bergen? Meer rijden? Ja, het middelgebied ga ik waarschijnlijk wel mee kunnen, maar die echte kools buiten de categorie, ik weet niet of dat iets voor mij zal zijn. De Kassei-klassiekers, dat zal wel iets voor de Klerk zijn. Oh, pardon. Wat valt al mee, jongens? Ja, daar ook wel toch. En Johan Museeuw, vaarwel ADR dus. Ik had ook geen garage gebleven met ADM, maar ja, door omstandigheden is dat niet mogelijk. En ik heb gekozen voor Lotto. Ik denk dat ik een goede keuze gemaakt heb. Ze hebben jou ook nog wel nodig, hè? Want ze stonden zonder jou maar 21ste. Dat heb ik ook gehoord. Voor de punten dan. Nu komen we rond de 16e plaats, denk ik, of zo. Dus zeker de Tour weer? Ja. Is dat een van de hoofddoelen voor jou? Of denk je nu wat meer aan jezelf dan vorig jaar en wil je wel eens... In de eendagswedstrijden ook uitblinken? Ja, eerst en vooral in de klassiekers, dus
toch tonen dat ik kan meedraaien in de klassiekers en dan weer de Tour. En hoe heeft onze topamateur van 1988, Frank Franke, zijn eerste profjaar beleefd? Had hij eigenlijk niet iets meer verwacht van zichzelf? Niet elke amateur is overgegaan zoals Sammy Mareels. Daar sta ik mijn eigen ook niet op blind. Dus ik ben elk jaar al gegroeid vanaf de juniors, liefhebbers. Dus ik zal toch wel blijven groeien. Dus volgend jaar zal er wel meer uitkomen. En wat vinden de jonge Vlamingen van de komst van Claude Krikkeljong? Jullie hebben hem hier nu wat beter leren kennen. Ja, ik vind dat hem heel tof overkomt. Ja, hij is zeker 200% meegevallen. En dan is er het muzikale avondmaal in gezelschap van de overgekomen Belgische journalisten. Aandacht. Johan Bruineel en Peter de Klerk, de